In de levensmiddelenbranche is het soms nodig om een kleurmeting uit te voeren. De kleur zegt namelijk veel over de kwaliteit en het rijpingsproces van een bepaald product. Bij de oogst van aardappels bijvoorbeeld is het belangrijk dat ze niet te veel worden blootgesteld aan licht, omdat deze anders van binnen groen kleurt. Dit is een teken dat er te veel solanine aanwezig is in de aardappel. Dit is een giftig stofje dat zich normaal gesproken voornamelijk meteen onder de schil van de aardappel bevindt. Natuurlijk ben ik erg benieuwd hoe zo'n kleurmeting in zijn werk gaat, dus ik heb vandaag een kleurmeter meegenomen, de PCE CSM4. En we gaan eens even meten op een aardappel. Om de meter in te schakelen gebruik ik de aan- en uitknop aan de zijkant van het apparaat. Het klepje moet natuurlijk even weg aan de onderkant. Na een paar seconden komen we al in het startscherm van de standaardmeting en we plaatsen de meter op de aardappel. Aan de achterzijde van het apparaat bevindt zich de meetknop. Het enige wat ik hoef te doen is op de meetknop te drukken en meteen wordt er een meting uitgevoerd. Waarom ik deze kleurmeter mee heb genomen is omdat deze geschikt is om op natte materialen, zoals bijvoorbeeld een aardappel, te kunnen meten. De meter zelf komt namelijk niet in contact met de aardappel, alleen de onderzijde van de meetsensor. In het scherm vinden we nu alle gegevens. En het handige van deze meter is dat er 100 referentiewaarden opgeslagen kunnen worden in het interne geheugen van de kleurmeter. En daarom gaan we nu een vergelijkingsmeting doorvoeren. We drukken op de enterknop. Ik ga nu nog een meting uitvoeren. En op het scherm van de kleurmeter wordt nu het kleurverschil tussen de eerste en de tweede meting weergegeven. Afhankelijk van waar je de kleurmeter voor wil gaan gebruiken, is het handig om van tevoren te bekijken welke resultaten je wil gaan behalen, zodat je daarna makkelijk een kleurverschilmeting uit kunt voeren en kunt zien of de meetwaarde binnen de gestelde tolerantie valt. De meegeleverde software maakt het mogelijk om alle meetdata uit te lezen op de computer en de kleurmeter wordt dan ook geleverd als complete set, inclusief software, handleiding en alles wat er nodig is om de kleurmeter meteen in gebruik te nemen. Wil je nou meer informatie over het meten van kleur of over de kleurmeter PCE CSM4? Ga dan naar onze website www.pcebroekhuis.nl.